Toen zijn we geruisloos het vierde uur ingegaan op deze woensdag 3 juni. Om nog steeds die cultuur hoog te houden. En opeens, ik had je niet verwacht. Het stond niet in mijn, in mijn draaiboek. Er stond nu Klauwtje Flappy, maar dat ben jij niet, hè? Nee. Ik hoop dat je blij bent dat ik ben aangesteld. Ik ben heel blij dat je bent. Ik heb ook getweet. Oh, fijn. Die gezellig homo is hier. Ja. Wat leuk. Dit is Rob Jetten voor de mensen die niet onze opera zagen. Rob Jetten. Rob, namens D66. Ja. Dat moeten we toch wel stellen. En we zitten met 315.067 mannen die nu ons vertegenwoordigen op een soort virtueel plein waar we met z'n allen staan. Ja. Om te zeggen, aandacht voor kunst is hard nodig. En daar is de politiek verantwoordelijk voor. En jij bent de politiek. En ook nog een heel erge partij die voor kunst is, voor cultuur is. Ja, wat gaan wij nou doen, Rob? Ja, nou, ik vind het allereerst echt geweldig dat al zoveel mensen hun handtekening hebben gezet. We hebben niks aan. Dit past niet op het Malieveld. Nee. Dus dit is een hele goede actie. Kijk, toen die coronacrisis uitbrak, toen werden we eigenlijk allemaal heel snel met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk kunst en cultuur voor ons is. Want zeker die eerste weken lockdown met thuisquarantaine, als je geen boeken had, geen muziek had, geen films had om na te kijken, dan hadden we denk ik met z'n allen de hersens bij elkaar wat eerder ingeslagen dan nu het geval. Ja. Dus kunst en cultuur heeft ons er ook doorheen gesleept. En met deze actie laten we volgens mij ook zien, en jullie als kunst- en cultuursector, dat we, als we die cultuursector willen behouden, nu ook moeten investeren. Niet alleen om die coronacrisis door te komen, om de makers overeind te houden, de theaters en de podia overeind te houden, maar ook blijvend te investeren in die cultuursector, omdat die gewoon zo belangrijk is voor Nederland. Dus ja, deze actie juich ik van harte toe. Ik ben blij dat ik hier mag zijn om dat ook een hart onder de riem te steken. Ja, en dat investeren, daar zijn jullie met de politiek nu bezig om daarover na te denken, want er zijn natuurlijk plannen hier ook. Er zijn allemaal ideeën. Hoe pakken jullie dat aan? Nou, we hebben, je praat nu namens D66 of namens de coalitie? Nee, echt namens D66. Maar we gaan op een gegeven moment namens de coalitie ook een beetje praten. Dat is goed, dat is goed. Maar kijk, in de afgelopen weken hebben we voor allerlei sectoren natuurlijk gekeken hoe kun je de ergste klappen van die coronacrisis verzachten. Ja, Algemeen. Ja, je kunt niet die klappen helemaal opvangen, maar je probeert ze algemeen te verzachten. Dus dat, in het begin was dat met algemene regelingen om lonen door te betalen. Nu is er wat bijgekomen om vaste lasten van ondernemers over te nemen. En heel veel culturele ondernemers mogen daar gelukkig ook gebruik van maken. Maar we wisten al vrij snel, is eigenlijk te weinig, omdat die cultuursector een van de bedrijfstakken is die het hardst wordt geraakt. Ja, alle theaters dicht, makers die geen opdrachten meer hebben, noem het maar op. Dus we hebben op een gegeven moment een motie ingediend in de Tweede Kamer die het kabinet ook opriep, doen we echt speciaal iets voor de cultuursector. Zo'n 300 miljoen uitgekomen vanuit het kabinet, die met name wordt geïnvesteerd om de grote podia, de grote instellingen overeind te houden. En subsidiegezelschappen. Met name inderdaad cultuurinstellingen die al subsidie ontvangen, om daar met extra geld ervoor te zorgen dat die niet omvallen. Dat is heel erg belangrijk, denk ik, want je moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld het Rijksmuseum de huur niet meer kan betalen en het Rijksmuseum omvalt, wat toch voor toeristen, voor school. Krijgt al subsidie. Ja. Maar dus wat ik ook heel goed begrijp is dat de cultuursector toen ook zei, nou, dank voor die 300 miljoen. Belangrijk dat die er is. Maar er is meer nodig, omdat ook heel veel niet gesubsidieerde makers hier niks aan hebben. Nou, toen hebben we gekeken wat kunnen we nog meer doen. Vorige week is bekend geworden dat ook gemeentes extra geld krijgen. Zo'n 60 miljoen, zodat gemeentes hun lokale culturele instellingen extra kunnen ondersteunen. En nu moeten we eigenlijk gaan doordenken wat is er nog meer nodig. Want we zijn er niet met die 300 plus 60 miljoen en de regelingen om lonen door te betalen. Ik geloof dat we echt moeten kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat je ook nu de versoepelingen er langzaamaan mee komen, ook weer nieuwe opdrachten kan gaan verstrekken. Er geld komt om makers weer in te huren. Maar ook slimme oplossingen bedenken voor theaters die niet met 1,5 meter open kunnen. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat zo'n theaterzaal wel voorstellingen kan draaien? Maar laten we nou eens beginnen met die theatermaker. Hè? Want jij hebt over investering. En het gaat natuurlijk niet alleen om geld. Het gaat natuurlijk ook om geloven in de cultuur. Ja. Ik geloof D66 geloof ik absoluut dat je gelooft in de cultuur. Coalitie betwijfel ik dat of zij vertrouwen hebben in de cultuur. Mm. Beseffen jullie wel als coalitie dat wat wij waard zijn in dit land en wat we genereren aan inkomsten, aan omzet? Nou, ik denk, bij mij zit het goed. Bij D66 zit het goed. Premier Rutte zei laatst in het debat nog, zolang D66 in het kabinet zit, zullen we ook in cultuur investeren. En dat was een grapje van hem in het debat, maar het is eigenlijk ook al een pijnlijk grapje dat je dus D66 nodig hebt om daar 3 andere partijen ook van te overtuigen. Die absoluut niet overtuigd zijn van bijdragen. Nee, en we komen wel ook echt van ver. Als je teruggaat naar Rutte 1, het kabinet Rutte-Wilders, toen hebben we de cultuur natuurlijk bijna een doodslag bezorgd. Met enorme harde
bezuinigingen op die sector. Maar niet alleen maar het bezuinigen heeft toen veel pijn gedaan. Ook de manier waarop we over cultuur hebben gepraat vanuit Politiek Den Haag. Er werd toch lacherig over gedaan. Alsof het alleen maar subsidies voor linkse mensen. Mensen van links zijn. Terwijl het natuurlijk veel meer waarde heeft dan dat. Toen in Rutte 2, kabinet Rutte-Ascher, zaten we midden in die economische crisis. De vorige economische crisis. En is er ook eigenlijk 4 jaar lang niet extra geïnvesteerd in cultuur. We hebben toen wel, D66 en PvdA hebben toen ook veel samengewerkt om te voorkomen dat er een volgende bezuinigingsslag overheen kwam. Maar we hebben toen niet die noodzakelijke investeringen kunnen herstellen. Nee, toen was je 8, nu ben je leider. Nu ben ik 33. Ja. Zitten we weer in een enorme moeilijke fase. En zijn we al op het punt dat we in ieder geval extra geld voor cultuur hebben vrij weten te maken. Die 300 miljoen. Maar waar de uitdaging echt zit. En daarom hoop ik ook dat deze actie niet alleen nu voor corona is, maar dat we hem echt nog maanden kunnen doortrekken. Want volgend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Alle partijen schrijven deze zomer hun verkiezingsprogramma. En we moeten er echt voor zorgen dat dan niet alleen maar bij D66, PvdA, GroenLinks en SP-cultuur een warm hart krijgt in de verkiezingsprogramma's, maar dat andere partijen ook zien wat de waarde ervan is. Ik heb niet het gevoel dat jullie met de Partij van de Arbeid en andere linkse partijen een front vormen. Het lijkt wel alsof jullie het huilende kindje zijn met de coalitie. Nou, dan krijg je 300 miljoen en naar je mond houden. Mevrouw van Engelshoven, ja, ik hoop ook dat ze hier gaat komen van tussen nu en vrijdag. Ik weet niet of je daar nog, of je al iets weet of ze gaat komen. Het is spannend dan Sinterklaas dit jaar, eerlijk gezegd. Ik zal daar even mijn best voor doen. Dan moet je echt je best voor doen, Rob. Ja. Het zou echt een schande zijn als ze hier niet komt. Ja, echt nee, waar. Kijk, Ingrid van Engelshoven is in ieder geval achter de schermen ook ontzettend maar hard voor de sector aan het knokken. Dat zien wij nee, niet. Maar ik snap ook wel die oproep van, niet alleen naar Van Engelshoven, maar breder naar het kabinet van, laat nou zien dat je erkent wat die waarde voor cultuur is. En ik zie hem eigenlijk op een paar fronten. Ik zelf sta heel erg voor kunst en cultuur, omdat ik geloof dat het je leven gewoon verrijkt. Maar ik heb net hier ook achter de schermen, heeft iemand me even uitgerekend. Als je gewoon alle investeringen, subsidies in Nederland bij elkaar optelt, kom je op zo'n 6 miljard euro uit die het Rijk en gemeentes en provincies investeren in cultuur. Dat wordt voor 26 miljard terugverdiend in de omzet en de winst maar die culturele instellingen maken. Maar wie heeft je nu net uitgelegd? Nou, iemand die hier werkt? Gewoon mensen uit de cultuursector hier achter. Engelshoven, dan moet jij nu al met haar appen. Dus, van, ja, dat vind ik een beetje lullig om nu... Nou, je mag nu gaan appen. Ja. Ik ga wel wat zingen. Maar dat, ik weet niet of je zit te wachten om vrienden voor het appen. Maar dit is wel de kern, hè, precies, waar het om gaat. Maar het appje moet niet alleen maar naar de minister van Cultuur. Dat appje moet ook naar de minister van Economische Zaken en de minister-president. Zodat niet alleen maar de cultuurliefhebbende partijen in de Kamer, maar ook de meer rechtse partijen die doorgaan hebben, dat het niet alleen maar iets waardevols is om te investeren, maar dat het ook een hele belangrijke economische sector is, waar veel mensen hun boterham verdienen en waar ook heel veel mensen, 18 miljoen mensen per jaar in Nederland, gaan voor hun plezier naar de kunst en cultuur. Ja, en dat is ook een investering, maar ook voor de toekomst en voor het stand van het land. Ja. Je bent 33, je bent nog jong, hè? Je bent ongelooflijk aantrekkelijk. Maar er moet wel in dat kopje iets gebeuren. Nee, dat vind ik niet. Ja. Maar ik vind wel dat jullie moeten mensen mobiliseren. Het lijkt nu een beetje of mevrouw van Engelshoven een beetje zoet wordt gehouden. En dat voelen we indirect. En we vinden eigenlijk dat je aan alle kanten voelt dat het hard nodig is. En de VVD is een ondernemerspartij, houdt van initiatieven. En die geven niet thuis. Sterker nog, die beledigen ons ook met uitlatingen van wat zijn jullie nou? Of waar is een concertgebouw nou voor nodig? Dat zijn echt beledigende opmerkingen. Ja, dat begrijp ik ook. En je zei net van waarom vormen dan die cultuurpartijen niet een stevige blok? Hè? Dat is een opmerking die ik me ook wel aantrek. Tegelijkertijd, de eerlijkheid is ook, in die Tweede Kamer heb je altijd 76 zetels nodig om iets voor elkaar te krijgen. Ja. En wij hebben gewoon met D66, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren geen 76 zetels. Dus we moeten continu nadenken over hoe krijg je dingen in beweging. En wij zitten als D66 in dit kabinet om ervoor te zorgen dat cultuur, maar ook onderwijs en duurzaamheid ook de aandacht krijgen die het verdient. En dan krijg ik niet altijd 100% in de zin. Was het maar zo makkelijk. Maar wij doen voorstellen, we proberen het kabinet in beweging te krijgen. En nou, dan is nu inderdaad die 300 miljoen eruit gekomen. Ik heb ook de minister van Cultuur horen zeggen, die 300 miljoen en nu die 60 miljoen voor gemeentes om aan cultuur uit te geven, is in ieder geval een eerste stap aan het begin van die coronacrisis. En als het zegt al een paar weken. Ja, maar dat gaan we er ook aan houden. Ja, want wil je nog één keer van mij, wat werd er nou achter jou uitgelegd? Want even, hoeveel investeren we? Ja, dus en als ik het nu verkeerd heb samengevat, dan moet iemand me even roepen. Maar 6 miljard aan cultuursubsidies die we in Nederland uitgeven. En de 26 miljard wordt er verdiend in die sector. Dus het is. Dan ben je toch gek als je daar niet in gaat investeren? Precies. Dus dit verhaal, en dat vind ik wel ook
ook echt een compliment aan iedereen die deze actie nu deze week heeft georganiseerd. Het is een hele mooie manier om in de volle breedte van musicals tot de decorbouwer en van de eenzame gitarist tot een groot koor te laten zien hoe breed en divers die sector is, hoeveel mensen daarin werkzaam zijn en hoeveel mensen daar ook een boterham mee doen. En ook al die mensen in een koor zitten, hè, Rob, of die allemaal amateur toneel spelen, of de mensen die langs de zorginstellingen gaan om te spelen, die zijn zo belangrijk, niet alleen wat ze doen, maar ook voor hun eigen welzijn. Ja. We gaan natuurlijk niet, niet alleen de professionele sector, maar iedereen die met cultuur bezig is. Doe jij iets aan cultuur eigenlijk? Nou, ik heb ooit, toen ik zo groot was, ongeveer muziekles genomen, omdat ik een paar hele muzikale neefjes en welk instrument deed je? Nou, dat was zeg maar na de blokfluit, zei mijn moeder, ga jij toch maar weer wat anders doen. Dus ik was andere fluiten bestelen. Ja, precies. Ik heb vooral heel veel gesport toen ik jong was, maar ik hou wel heel erg van kunst en cultuur. Ga je vaak naar theater? Ik ga vaak naar theater. Mijn vriend is heel groot fan van klassieke muziek en opera, dus die neemt mij daar vaak mee naartoe. Ik ben zelf groot dansliefhebber. Intro Dans uit Arnhem is mijn favoriete gezelschap, waar ik echt meerdere keer... Een lijstje maken samen met je vriend. Dan moet je allemaal kruisen doorheen, omdat het allemaal niet blijft allemaal bestaan. Niet kan. En ja, hier zit ook wel, daar ben ik zelf de afgelopen weken ook mee bezig. Kijk, we hebben nu een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen. Ja. Super fijn dat het terras weer open is en dat we daar weer naartoe kunnen. Maar ik zit zelf na te denken, welke versoepelingen zijn er nu ook mogelijk om die cultuursector weer meer ruimte te geven. Ik kan bijvoorbeeld niet uitleggen dat je wel weer betaald voetbal gaat opstarten en we het oké vinden dat topvoetballers met elkaar kunnen trainen, straks met elkaar in de kleed elkaar kunnen zitten en wedstrijden kunnen voetballen. Maar dat we dus tegen dansers van dansgezelschappen zeggen, jullie mogen nog niet optreden. Nee. Dat kan niet, dat onderscheid. Dus daar moet werk. Dus daar moet werk. Werk aan de winkel. Werk aan de winkel om na te denken, hoe kun je theaters ruimte geven met een paar aanpassingen om toch 80% van zo'n zaal te vullen, hè, binnen veiligheidsmaatregelen. En hoe kun je afspraken maken met professionele theater- en dansgezelschappen of met filmploegen? En hoe kun je het mevrouw Engelshoven, hoe kun je dan mevrouw van Engelshoven belangrijk zo zeggen dat het belangrijk is dat zij verschijnt tussen nu en vrijdagavond? Daar moet je toch wel de kracht voor hebben. Ja, nee, maar daar om even Gerard Joling te citeren. Ja, ik zal er dan niet bij zingen zoals jij zo mooi kan, maar zal haar wel zeggen om te laten zien hoe belangrijk ook zij deze cultuur in actie week vindt. Maar we hebben dus naast minister van Engelshoven ook die andere ministers nodig. Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Maar laten we nou beginnen met jullie. Want je bedoelt, het is toch een beetje, je bent toch een beetje onze eigen parochie. Ja, en preken voor de eigen parochie is natuurlijk altijd sowieso fijn. Dorf dus zeggen. Nogmaals, investeer 6 miljard om... Ja, om heel veel miljarden terug te krijgen. Ja. Ja. Je gaat ook tekenen namens een aantal mensen? Ik ga zo meteen tekenen. Ja, hoeveel absoluut. Mensen ga je tekenen? Nou, ik ga in ieder geval ook... De opticien, ja. Vind je het een beetje... Ja, geweldig. Ja, oké. Okay. wij gaan in ieder geval ook al onze D66-leden oproepen. En dat zijn er 25.000. Die gaan we ook wijzen op deze Cultuur in Actieweek. Zodat ook al die D66-leden... massaal nog gaan tekenen. Ik weet niet of daarvoor getekend zou wel heel mooi zijn als we natuurlijk richting die half miljoen gaan kruipen. Zou heel met fijn jullie zijn. Handtekening. Ontzettend fijn dat je even tijd wilde maken om hier te komen. Geen dank. We zijn heel dankbaar. We willen wel dat het opperhoofd ook hier hebben. Ja. hij zegt, wordt in mijn ooit gevoel, hoeveel tekent hij nou? Dat is mijn moeder, die is namelijk eindtekenist. Oh, ja. Man, nou, hij wil voor 25.000 wil ik tekenen. Nou, ik zal voor mezelf tekenen en dan ga ik ervoor zorgen dat al die andere mensen online naar jullie gaan. En voor je chauffeur, dan twee. Ik ben hier helemaal zelf gekomen. Zonder bril. Ja. Heel erg fijn dat je er was, Rob. Ja, het was heel erg fijn. Dankjewel. Ga tekenen, Rob Jetten. Je mag hier gaan tekenen, Rob. Ja. Met een krijtje. Met een krijtje. En daar staat Rob Jetten zijn naam ook op het bord schrijven. En hij heeft ons beloofd dat hij mevrouw van Engelshoven deze kant op stuurt. Moet een beetje streng tegen haar zijn. Daar houdt ze wel van, denk ik. Ja. Succes. Ja, komen, bitch.